Dag Oliver, je bent natuurlijk vorig jaar voor België naar Cyprus geweest. Hoe blik je eigenlijk op die periode terug? Ja, het was echt super daar. Ik heb daar een week mee echt geamuseerd. We hebben bijna elke dag gerepeteerd, denk ik. Het was er heel warm ook, dus ik heb mij super geamuseerd. Het was echt een toffe ervaring. En veel mensen vragen zich natuurlijk af, komt er ook een opvolger van Shut Up? En ja, dat is toch de bedoeling dat er een opvolger komt. Ik ben volop bezig met nieuwe nummers te schrijven. Ik ga volledig Engelstalig gaan. Het zal meer volwassene muziek zijn, gebaseerd op piano vooral. Dus er zal wel waarschijnlijk nog een opvolger komen. En zijn er dan ook contacten met platenfirma's voor die opvolger te releasen? Nee, we zijn voorlopig nog aan het zien met wie dat we het zouden doen. Kunnen we het even goed zelf doen misschien ook. Dus dat is nog niet, echt concreet eigenlijk, dus we moeten nog kijken. En je hebt ook nog geen termijn waarin je een nieuwe plaat zou uitbrengen? Nee, we willen misschien voor de zomer een single uitbrengen, omdat we dan in de zomer veel kunnen optreden. Dus dat is misschien de bedoeling, maar dat is allemaal nog niet concreet eigenlijk. We zijn aan het zien. Vorig jaar was de persconferentie in de Giro. Ben je nog steeds actief in de jeugdbeweging of niet? Ja, ik zit nog steeds in de Giro. Het is heel tof. Je onderhoudt je sociaal leven ook een beetje, dus ik zit er nog altijd in. En we zijn hier natuurlijk vandaag voor Laura. Heb je eigenlijk een goede raad voor haar buiten het klassieke blijf jezelf? Ik denk dat ze geen oorontsteking moet oplopen. Want het is daar, ik had vorig jaar een heel warm land, Cyprus, en ik heb daar veel gezwommen. Daardoor heb ik een oorontsteking opgedaan, maar zij gaan nu naar een heel koud land. En ik denk dat ze moet zien dat ze haar stem goed verzorgt, dat ze niet ziek wordt en zo. Want als je daar dan zonder stem staat, ja, dat is dan minder. Hè. En hoe schat je eigenlijk haar kansen in? Er zijn heel veel oudere nummers, dus met oudere kandidaten. En zij is dus de jongste, dus dat is wel een groot voordeel, denk ik. Dat ze gaat opvallen als ze de jongste is en ze zingt supergoed. Dus ik denk wel dat ze een kans heeft om iets hoger te eindigen dan de laatste jaren België heeft gedaan. Oké, bedankt.